zijn hier met Erik Braal, de hoofdcoach van Heracles Den Bosch. Erik, hoe kijk je terug op deze winst in Leiden? Nou, vooral trots op mijn team. Verdedigend vanaf de eerste minuut goed. Aanvallend wel genoeg nog te verbeteren, zou ik willen zeggen. Maar verdedigend zat er goede energie op. We waren fysiek, dat is wat we wilden zijn. En ja, ik denk dat we uiteindelijk daar de wedstrijd mee hebben gewonnen. Erik, jullie staan aan kop in de B-Next League. Als je kijkt naar het hele seizoen, september tot nu, in hoeverre sta je dan daar met de ploeg waar je graag had willen staan? Nou, je staat op de eerste plek, daar hadden we willen staan natuurlijk. Maar we hebben best wel wat tegenslag gehad. En zijn daar natuurlijk opmerkelijk goed uitgekomen. We hebben op een gegeven moment echt met een halve ploeg gespeeld en we zijn uiteindelijk wel blijven winnen. Helaas vroeg uit Europa, ook door die situatie. Ja, er zijn jongens weggegaan, die zijn opnieuw jongens voor in de plaats gekomen. Veel blessures gehad. Dus het was allemaal wel een beetje zoeken naar ritme en naar een goede trainingsarbeid. En ik moet zeggen, afgelopen week hebben we voor het eerst dit seizoen met 12 mensen op de training gestaan. En echt goed getraind. Het was echt een leuke week om te trainen. En ik denk dat het resultaat zoals het was, dus we waren daar ook goed aan het verdedigen, goed fysiek, goede intensiteit. En dat zat vanavond goed, dus uiteindelijk was die transfer van training naar wedstrijd goed. Ik vind het altijd mooi om ook zeker naar de Nederlandse spelers in jouw ploeg te kijken. Ralf de Pachter is erbij gekomen, vandaag had Boy van Vliet een hele sterke wedstrijd. Laten we het even over Ralf hebben. Wat brengt hij? Nou, Ralf is super ervaren, dus sowieso makkelijk in te passen in het team, snapte hoe de teamdynamiek is. Heeft zich vanaf het begin super coöperatief opgesteld. Is natuurlijk ook niet een jongen, we kennen hem in de competitie van andere teams. Maar is natuurlijk ook niet een jongen die de bal per se moet hebben. Of, dus kan een fantastische teamspeler. En dat laat hij, ja, dat laat hij eigenlijk wekelijks zien. Super om hem erbij te hebben. Heel professioneel, heel serieus ermee bezig. En ik denk dat hij ook alleen maar beter kan. Ik bedoel, uiteindelijk nu een maandje erbij. Nog niet het ritme wat hij zou moeten hebben. Maar ja, ik denk ook dat is een jongen die nog verder gaat groeien. Ik noemde al even Erik Boy van Vliet. Kun je iets over zijn spel van vandaag zeggen? Want ik kan wel zeggen dat dingen mij opvielen. Maar hoe kijk je er als coach naar wat hij vandaag deed? Nou, Boy brengt heel veel rust in ons team. Dus hij is een speler die zijn momenten pakt. En voelt van op een paar momenten in pick-and-rolls goed naar de basket. Maar is niet iemand ook weer niet iemand die per se de bal in zijn handen moet hebben. Prima vindt om de ploeg te verdelen. Als teamspeler fantastisch is. En verdedigend een heel lastige jongen is. Dus ja, past precies in het team. Helpt ons enorm. En ik vind dat hij echt goed speelt dit jaar. Erik, we hadden het net even kort voordat we echt begonnen al even over deze hal. Dus de eerste keer denk ik dat je hier ook echt bent, hè? Schat ik zo. Ja. Hoe is het om hier te spelen en te coachen? Wat waren je indrukken? Ik zal niet het diplomatieke antwoord geven. Nou, het was eigenlijk heb ik alleen de wedstrijden op de stream gezien. Hè? Dus dan krijg je een fel verlichte hal voor je eigenlijk. En dan is het wel eventjes zoeken naar waar zit de sfeer. Maar toen we hier eenmaal waren en toen het publiek ging staan en ik vond het ook best wel druk. Was het een prima ervaring om hier te zijn. En denk ik dat het ook een prima verblijf gaat worden voor Leiden hier in deze hal. Dus volgens mij is het een mooie hal. Weer een nieuwe generatie hal. Zo is dat. Erik, laatste vraag. Jullie zullen ook even denk ik een korte kerstbreak hebben. Waar ga je dan, als jullie weer bij elkaar zijn, waar gaan jullie vooral op focussen op de trainingen met het team? Nou, we moeten veel meer in ritme komen. De jongens die kleine blessuretjes hadden, moeten, hè, want je ziet, Sharon Dorsey is nog lang niet waar die kan zijn. Dus conditioneel is er nog een hoop aan te verbeteren. Dat geldt eigenlijk wel voor het hele team. We zijn een diep team, dus we kunnen hard verdedigen. We kunnen ook fysiek verdedigen. En ik denk dat wij ons helemaal gaan richten op de cross-border fase. Want de kwalificatie voor de Elite Gold hebben we denk ik wel ongeveer wel gehaald. En nu is het gewoon belangrijk dat we onszelf naar die cross-border fase trainen. Dat hebben we de afgelopen jaren niet goed gedaan. Dus dat is eigenlijk wel een echt doel om daar gewoon dit jaar competitief te zijn en sterk te zijn. Eigenlijk zoals Leiden eigenlijk al die jaren is geweest. Dat willen wij ook. En ja, ik denk dat we het team ook voor hebben. Dank je, Erik. We hebben gekeken naar een heel sterk Heracles Den Bosch. Volledig verdiend gewonnen vandaag. We gaan heel lekker de kerst in. Dankjewel voor je tijd. En we zien jullie natuurlijk straks ook nog in de beker. Ja, inderdaad. Want nog twee wedstrijden. Ja, iedereen eigenlijk ook naar die zitten kijken. Goede kerstdagen en een heel fijn nieuwjaar. Ja, hier op de head coach of zorg en zekerheid Leiden Basketball after the game versus Heracles Den Bosch, Doc Spratley.
How do you look back at tonight's game? I think we tried as hard as we could. I think Den Bosch, we know, as a very strong team, a very deep team. As evidence, they played 10 guys solid. We're able to play 7. And I think that maybe the no disrespect to them, because I thought they played good concentrated defense. We only scored 55 points, but it's the second game in a row where we have no energy. You know, and that's missing by us. There's no fire. We have one steal. We average normally 8 or 9 steals. And to do that, to play that way, you got to have the energy, and we just don't have it. I think we're worn down. So this break comes at the right time, hopefully. Yeah, exactly. Because on the one end, you could say, well, they should have energy because it's a packed house, etc. But you're probably also referring to the fatigue from the small rotation and all the European games. Yeah, well, I mean, we've been playing one player down the whole season, and we've been playing basically with the 9 rotation with Yiba number 9, and you know, he had some good minutes for us as well. So it's no disrespect, but it's tough. It's tough when you have these many minutes. I mean, you see the shooting percentages from our point guards. I think we were 3 for 19 or something. If you look at Luke's shooting percentage, it's been a while since he's had a good offensive game. Lucas is not known for being a scorer. He's known for the energy defensively, but that's not there. I think they're trying to do as much as they can, but I think right now the best thing we can do for them is just give them rest and hopefully come back with a fresh attitude and a good approach to the second half. If looking at probably some positives, I think defensively you held them, controlled them, maybe not as much as you wanted, but they didn't really rack up the score, so you had trouble scoring, like you said, but defensively you gave a really solid effort, or am I too positive here? I think you're a little too positive. It's like we had one steal. Mm-hmm. That's not enough for us, and I think about the rotation mistakes that we made, or lack of communications, or the situation where we're standing behind a guy, we let him catch the ball, turn around and shoot it in our face. So that they only score 70 points, we can say thank you. And normally at home, if a team scores 70 points, we should have a good shot at win. But if we can't put the ball in the basket, then they played solid defense. But, you know, we had some wide open shots that I think when you're fresh, you make. And I can think of Martin, I can think of TJ, I can think of Luke. They all had wide open shots at certain points. And if you make that, that opens up the court a little bit. That puts a little bit more pressure. But in the last games, we're not making those shots. So that's the way it is. And they're strong enough and disciplined enough to take advantage of it. One other thing, Roland was back. I think played some solid minutes. How did you see his progression today? As many as he could. You know, he's practiced 2.5 days for us. Still not full speed, but the pain was a little bit less, so he gave it a go. But again, then there's a little bit of rust on that. I thought he had a couple of actions where he passed the ball when he could have finished the ball. Again, that comes a little bit with maybe being a little bit tired or lack a little bit of confidence or trying to make an extra pass, I don't know what in that instance. But, it's good that he's back. But, again, that's not the biggest problem we have. You know, the bigger problem we have is that, we're not making open shots. When Luke's not making the open shots or Martin and Marijn aren't making open shots, it's a team. Everyone has to contribute. And we got to get better. Rounding off, coach, looking at the Christmas break, you'll also yourself probably and the team, you'll be off for like about a week and then start practicing again? Or how does that look like? No, we'll be, we got the next 4 days off. And then I firmly believe if you take too long off, it takes you too long to get back into it. So we did this last year as well. We take 4 days off and we'll come back and have 4 practices. 28, 2 on 29, 1 and 30th, and then we have another 2 days off, and then we start keep going, let's say, on the second, and try to get ready for Feyenoord. Yeah, final question. I know that we're completely in the 23-24 season, but still looking back at the previous season, you won 3 cups, then you won the Super Cup, you won Coach of the Year yourself, you won Leiden Team of the Year. Any words to the fans about this year and maybe some holiday wishes? First of all, it's been one hell of a year. I appreciate the individual awards, but I think it's been one hell of a year for ZZ Leiden. Mm-hmm.
And I hope that the people don't forget it. I hope that maybe our sponsors can help us out in time of need a little bit. You see, we need to make an addition. We need to make an addition for a long time, and it'd be great if we could do that to support the team. I think we are maybe two players away from being as good as we were last year, because that'll help take pressure off other players, and that makes it easier also to perform. So I think looking back, we can be very, very proud of what we accomplished, and also for our fans. Without your support, of course, it's not possible. It'd be great to have this type of fans every single game. I can only say at some point we're going to play better. So at some point the energy will come back, and then we'll be able to celebrate together in the new year some nice wins. Thank you, Coach Bradley. You never know what will be under that Christmas tree, but regardless, there's four cups under it. So thanks a lot for a great year, and wish you all the best. Very happy holidays. Thank you very much, and Merry Christmas to everyone. Hier met de captain van Zorg en Zekerheid Leiden, basketbal Marijn Ververs. Wedstrijd tegen Heroes Den Bosch. Hoe kijk je daarop terug? Kon beter. Het was niet echt een goede wedstrijd van onze kant. Verloren ook met, 15 punten. Zaten niet echt lekker in. Ik had hem graag gewonnen, maar op deze manier lukte dat niet vandaag. Coach die zei van, jullie deden er alles aan. Een kleine rotatie, gelukkig was Roeland wel weer terug dan. Maar je ziet, jullie kregen de schoten, maar misschien ook door al die wedstrijden, al die Europees, kleine rotatie door de blessure van Stan natuurlijk. Schotjes waren net even te kort. Ja, klopt. Ik denk dat we niet eens aanvallend zo heel slecht speelden vandaag. We creëerden echt wel de open schoten die we normaal maken of in het begin van het seizoen echt wel gemaakt hebben. Vandaag vielen ze niet en er was geen één moment dat het ook maar heel even wel viel. Want soms kan dat een beetje flow in de wedstrijd brengen en dan kan het publiek erachter gaan staan. Dat moment is er niet echt geweest vandaag, jammer genoeg. Dat komt vanzelf alweer. Op zich lieten jullie Den Bosch ook niet heel erg loskomen. Ja, op het laatst liepen ze dan nog een beetje uit. Hè? Maar verdedigend, coach natuurlijk tegen mij zei, ja, boost natuurlijk ook beter, dat moet altijd beter. Maar verdedigend hadden jullie ze nog wel redelijk onder controle. Ja, ik denk dat het, we houden ze op 70 punten natuurlijk. Zij waren ook wat gehavend. Point guard viel natuurlijk uit. Thomas van der Mars die is geblesseerd. Maar ja, 70 punten is niet slecht natuurlijk. Alleen ja, 55, dat is ja, wat minder. En we hebben tegen Joost vond ik dat we eigenlijk aanvallend minder waren. Toen hadden we ook een lager score. En vandaag denk ik dat we best wel veel open schoten hebben gecreëerd. Misschien wat minder naar de basket toe. Maar ja, als je een paar van die open schoten maakt, wat ik zei, dan kan het team even wat vuur in het team komen. En dan, dat kan dan heel veel schelen. En dan vallen die schoten daarna misschien wel. Maar dat was jammer genoeg vandaag niet het geval. Kreeg je het mee? Dat was echt 2000 man of zo. Hè? Wat deed het zo voor jullie als je dan op het veld staat? Ik vond het leuker dat het zat eigenlijk voor de eerste keer echt een beetje vol. Een beetje hoe het in de 5 mei altijd was. Dus ik vond het leuk dat er zoveel mensen zijn gekomen. Ook de Amerikanen vonden het ook leuk. Die zeiden voor de wedstrijd, zagen ook al dat er wat meer mensen waren. Zeiden, hey, hier zijn er opeens allemaal vandaag. Dus dat was goed. Daar heeft het niet aan gelegen. Marijn, we hadden het van tevoren samen even over jullie. Ja, heel veel mensen hebben nu een week kerstvakantie of 2 weken of nog langer. Voor jullie is dat wat korter. Ja, maar wel lekker. Ja, zeker. Iedereen is er ook wel aan toe natuurlijk. Na die wedstrijden die we met een kleine rotatie hebben gespeeld. Het is wel even lekker om een aantal dagen vrij te hebben. Om heel even, vooral mentaal denk ik, maar ook lichamelijk uit te rusten. Daar gaan we denk ik allemaal even van genieten. En dan moeten we de 28e of 29e weer ons weer melden om een paar keer te trainen. En dan beginnen we weer aan de tweede helft van het seizoen. Ja, coach die zei natuurlijk, wie weet wat er nog dankzij de sponsors onder een kerstboom komt te liggen. Ja, daar hebben we allemaal niet zo heel veel invloed op. Maar als we even terugkijken, toch als laatste Marijn, naar dit jaar, hè, 2023. Je wint eigenlijk alles wat er te winnen valt. Behalve de Binex Supercup, maar dat is een oefenwedstrijdje. wat een jaar hè. Ja, ik denk dat we een heel succesvol jaar hebben gehad. En dat we heel tevreden mogen zijn als club en als spelers. En als coaches natuurlijk. Het was een waanzinnig jaar. En ik denk dat het moeilijk wordt om zo'n jaar te evenaren of te overtreffen. Dus ik denk dat we daar trots op mogen zijn als club. Ja, en zoals iemand woensdag terecht zei, je zit in de beker bij de laatste vier. Je staat er ook best heel aardig voor door die win in Varese in de Europe Cup. Oké, zo rond de tweede plek in de Binex League. Ook weinig mis mee. Ja.
Dus wat dat betreft ligt alles gewoon open. Klopt, ja. Hoe we staan, is het helemaal niet slecht. Ik denk wel dat we de laatste wedstrijden niet op ons kunnen hebben gespeeld. Van deze, nou, die wonnen we, maar de wedstrijden, twee of wedstrijden daarvoor en eigenlijk de wedstrijden daarna, zijn we allemaal niet helemaal zoals we willen. Maar misschien maar goed dat er dus nu even een pauze in zit en dan kunnen we straks in januari weer aan de bak. Ja, laat ik beginnen om jou als captain en het hele team natuurlijk hele mooie feestdagen te wensen die nieuwjaar zijn. Dus gaan we gewoon lekker op 6 januari doen, niet alles tegelijk. Ja. Wil jij nog iets zeggen over de feestdagen en vooral tegen al die fans die kijken en al die 2000 man die er vandaag waren? Ik zou iedereen fijne dagen willen wensen met de familie en geniet van de dagen en we zien jullie allemaal in het nieuwe jaar weer. Dankjewel Marijn Ververs, captain van ZZ Leiden. Allemaal tot 6 januari.